Welkom back everybody, welkom terug op het kanaal van UGX Mysterious. En vandaag met een nieuwe gameplay voor jullie, commentary, hoe je het ook allemaal wil noemen, op de map Jemen met mijn M8. Ik hoop dat het leuk van een beetje League Play 47 of zo, 44-17 volgens mij ging ik of zo. Toch zeg wel redelijke gameplay. We wonnen hem ook, dus dat scheelt ook natuurlijk. Maar daar wil ik het natuurlijk niet over hebben. Jullie hebben vanochtend geen grote masten gezien. En ik heb gewoon te weinig tijd gehad om hem op te nemen. En daarentegen is het volgens mij bijna alweer klaar met die grote master division shit. Omdat er bijna een maand over is. Dus ik ga even kijken of ik morgen of overmorgen nog op kan nemen. Maar ik kan niks beloven. Ik ga sowieso 1 video per dag uploaden. Ik heb gewoon weinig tijd de laatste tijd. Heb ook andere dingen aan mijn hoofd. Maar dan horen jullie allemaal nog wel in de komende dagen wat er allemaal aan de hand is. Bladibladibla. Ga ik nou nog niet veel over vertellen. Want ik heb nog niet alle feiten op een rijtje en noem het allemaal op. Dus dat kan ook over het hele weekend geteld worden. Weet ik het allemaal niet. Ik moet nog een aantal mensen spreken. En dan ga ik een beslissing nemen in het van hoe met mijn kanaal. En weet ik het allemaal niet. Maar daar ga ik niet te veel diep op in. Want ik wil het gewoon even leuk houden voor jullie. Laatste tijd speel ik heel veel verschillende spellen. Ik speel af en toe GTA, ik speel FIFA, ik speel Black Ops 2, ik speel MW3, ik speel... wat speel ik allemaal nog meer? Ik weet niet wat hier allemaal nog ligt. Ik zal eens even kijken. Ik speel Crysis, ik speel... Battlefield speel ik laatste tijd heel weinig. Ik speel een beetje Zelda, speel een beetje Mario. Eigenlijk van alles. Maar wat vinden jullie... Of tenminste, wat spelen jullie vooral eigenlijk normaal gesproken? Spelen jullie altijd Call of Duty? Omdat jullie Call of Duty zijn... Kijken jullie ook naar mij of spelen jullie altijd een Battlefield of wat dan? Wat spelen jullie eigenlijk tegenwoordig nog? Wat voor video's? Lekker. Wat voor video's spelen jullie? Nee, wat voor games spelen jullie de laatste tijd? Ik speel gewoon van alles wat door elkaar heen. En ik vind het op zich nou wel leuk. Tenminste leuk. Een beetje die variatie dat ik zelf aan het spelen ben. Dat ik toch een beetje die lol in gamen terug heb. Tenminste een beetje. Want Black Ops 2 heeft toch echt hard gefaald bij iedereen. Ook natuurlijk nog bij mij. Want alleen League Play heeft het voor mij kunnen redden. Alleen met League Play red ik het niet, want ik speel heel vaak alleen League Play, of met z'n tweeën of met z'n drieën. Maar dan speel je altijd met dezelfde personen. En ik zou het toch ook wel weer eens fijn vinden, als ook weer met Paul, met Fish, elke avond weer een keer gamen. En dat kan pas, wat zal het zijn als Call of Duty Ghosts uitkomen en wanneer Battlefield 4 uitkomen en noem het allemaal op. Al die grote namen, dan heb ik echt wel zin om met iedereen te gamen. Met Robin zal ook wel meedoen en Mark van... Onze boys en noem het allemaal op. Dan gaan we gewoon weer met z'n allen op de Xbox of de Xbox One straks. Lekker knallen. En daar heb ik gewoon zin in. Met z'n allen weer lekker knallen. Lekker druk bezig te zijn. En dan zul je ook weer leuke video's waarschijnlijk van ons. Nu heb je ook leuke video's. Maar ook aparte video's van ons kunnen zien. Daar heb ik gewoon nou al zin in. Ik heb zoveel zin in Call of Duty Ghost. Het is gewoon ongelooflijk. Het is onbeschrijfelijk eigenlijk. Hoeveel zin ik in Call of Duty heb. In Call of Duty echt wauw. Zoveel zin. Dat is echt niet te geloven meer. Ik heb zoveel zin in... Call of Duty Ghost, ik zit erop te wachten. Iedereen is erop te wachten. Denk nog een maand en 7, 8 dagen of zo. En Call of Duty Ghost ligt in de winkel. Het gaat zo snel hoor. We hebben GTA al, die is al toch alweer een tijdje uit. Al een week, bijna meer dan, al 8, 9 dagen volgens mij. En dat schiet ook allemaal weer op. Dus dat moet je ook weer allemaal in beschouwing houden. Of hoe je het ook allemaal wil noemen. Maar Call of Duty Ghost, ik heb er nou zoveel zin in. Ik heb er nog niet zoveel meer van gezien eigenlijk de laatste tijd. Ik ga dan denk als er nog wat trailers uitkomen of weet ik veel wat gameplay of noem het dan maar op. Ik hoop dat ze dat nog even posten en hoe het allemaal gaat worden. En wat de specifiek ook de eigenschappen van de Xbox One zijn straks. Welke headsets erop kunnen, welke op de PlayStation 4 kunnen, noem het dan maar op. Dat zou ik allemaal zo graag willen weten, want zoals jullie weten, ik heb nu een headset, een Triton AX180. En die Triton AX180 is niet meer de beste van de beste. Die Triton is, zullen we maar zeggen, 2 keer gerepareerd door mij. 1 keer omdat mijn linkeroor het kapot was. Die heb ik kunnen solderen. Andere keer brak er iets van plastic af. En ik had nog een andere Triton headset. En daar kon ik het plastic van afhalen. Moest ik al die draden weer opnieuw solderen. Tenminste eerst eraf solderen. Dat ik al de draden ergens doorheen door die buis heen kan douwen van plastic. En daarna weer aansolderen. En zo heb ik elke keer mijn headset gemaakt. Nu is eigenlijk mijn headset in mijn laatste leven. Want als er nou iets kapot aan gaat, al is het maar een snoertje, een kabeltje, een dingetje. Heb ik geen vervangend materiaal. En die headset is dan ook echt wel aan vervanging toe. Maar dan wil ik gewoon een nieuwe headset. Maar de vraag is natuurlijk, wat voor headset? Ik wil natuurlijk een goede headset. Misschien wel eentje die Paul heeft. Zo'n Triton, zo'n 7.1 stereo sound. Maar de vraag is, kan die op de Xbox One? En dat is eigenlijk wel de vraag die ik heb, die ik me voor zelf stel. Daarom wil ik
even alle specifieke eigenschappen weet. Weten jullie misschien sites al die al weten van deze headsets kunnen erop of deze headsets zullen erop kunnen? Laat dan even achter in de reacties, zou ik graag willen weten, want ik wil toch ook een nieuwe headset gaan aanschaffen als de nieuwe Xbox er is. Want nu is die, ja, hij is aan zijn laatste leven, zullen we het zo zeggen. Hij doet het af en toe niet, af en toe wel. Soms zeggen mensen, kijk, dan zit er ook mee in Skype te praten. En de ene keer doet hij het, horen ze, maar de andere keer weer niet. En het is een hele hijsa. Dat kastje waar die mute-knop, als ik daar even aankom, dan wordt mijn stem ineens heel, of heel luid of heel zacht ineens. Dus mijn headset is eigenlijk wel een beetje rip. Rip my headset eigenlijk een beetje. Ik kan er nog net mee door. Ik hoop dat ik nog een paar maanden mee door kan gaan. Als ik niet op ga staan of ga breken of weet ik van wat, kan ik er nog wel even mee door. Maar dan moet ik er gewoon heel voorzichtig mee zijn, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat zullen we gewoon even zien wat het wordt. Ik hoop natuurlijk dat jullie ook kijken, blijven kijken natuurlijk naar mijn kanaal. Want nu is het misschien even wat minder qua views. Ik maak gewoon video's voor jullie omdat ik het leuk vind om te doen. Straks over een maand of anderhalf maand komen die views vanzelf wel weer terug. Dat zie je ook bij andere mensen echt, die echt minder views nou krijgen. Maar ik zit gewoon te wachten op die nieuwe spellen, die nieuwe Call of Duties. En dan weet ik zeker dat jullie wel weer komen. Misschien naar mijn kanaal, misschien naar andere kanalen. En dan ga ik ook van alles doen, want Call of Duty komt uit, Battlefield komt uit, ik doe alles door elkaar heen, ik ga gewoon van alles uploaden. Dus heb ik nou al gewoon zo zin in, echt, het straalt er soms wel eens vanaf. Als je zegt, Erik, heb jij zin om Call of Duty Ghosts te doen? Natuurlijk, First Look is al bijna, First Look is over 8 dagen alweer. 8 dagen ga ik erheen. En natuurlijk, heel goed bekend van Call of Duty komt er ook, die ik ken, die hebben allemaal crew tickets, pers tickets. Aangevraagd bij First Look. En ik heb gewoon zin in om Call of Duty Ghosts en wat dan ook allemaal niet te spelen. Na First Look ga ik trouwens met mijn eigen auto. Ik moet eerst Arjen oppakken en met zijn maat ergens in vlakbij Utrecht. Daarna ga ik Ajax. Ga ik Ajax ophalen. Lekker, de hele groep Ajax. Nee, ga ik André ophalen van wie Ajax eigenlijk. Zo kennen jullie hem, wie Ajax, Ajax Abel. Ga ik dan ophalen. Zitten met z'n vier in de auto. Gaan we naar Utrecht. De jaarbus alle toe. En dan zullen we daar waarschijnlijk, wat zal het zijn, rond 10:30 zijn. Tenminste, dat is wel mijn bedoeling, want om 11:00 kunnen we naar binnen. Dan zijn we toch nog net op tijd, hebben we mijn auto al neergestald. Zijn we toch al een beetje aan het wachten. Misschien zijn er al een aantal andere YouTubers daar om alweer even bij te praten. Noem het dan maar op, gewoon even weer hand te shaken, weet je, alles. Alles gewoon even weer een beetje praten. Dus dat is eigenlijk wel onze bedoeling, 10:30. En dan kunnen we om 11:00 naar binnen. Kunnen we gelijk games spelen. En al zouden jullie ons zien. En je wilt een handtekening vragen, al zou je op First Look zijn. Want wij lopen er gewoon rond met een hele groep. Vraag ons, stel gewoon ons die vraag natuurlijk. Dat doen jullie vast wel zeker. Stel dan gewoon die vraag. Hey Erik, of bijvoorbeeld als Paul of Fish of weet ik veel wat. Tik hem gewoon even aan, weet je. Dat is, wij zijn de broers er niet om om even een handtekening te geven. En noem het allemaal op. Dat is echt super dat laatste keer ook bij Dutch YouTube Gathering, dat mensen naar jou toe komen om voor een handtekening te vragen en alles. En dat stond mij toch wel verbaasd te kijken af en toe. Maar echt, dat is echt super leuk als je dat eigenlijk zoveel subs hebt die zo dankbaar ook naar je video's kijken en jou toch een beetje willen supporten ook. En dat vind ik echt super fantastisch dat ik dan een handteken uitdeel en wat dan ook. Al duurt het de hele dag, maar maakt het allemaal niet uit. Ik wil gerust wel even een praatje maken en even op de foto en noem het allemaal op. Echt super geweldig, want jullie zijn mijn subs. Jullie kijken elke dag mijn video's. Ik wil daar gerust wat terug voor doen natuurlijk. Om het voor jullie leuk te maken en noem het allemaal op. Ik zelf heb gewoon zoveel zin in First Look. Het straalt er gewoon vanaf nog 8 dagen. 8 dagen is het First Look. Ik heb er nou al zoveel zin in. Lekker het weekend nog even doorkomen. Dan nog een weekje naar school en dan is het alweer First Look. Ik heb er nu al zin in. Ik heb er nu alweer echt super veel zin in. We zullen gaan gewoon kijken wat het gaat worden. Of Call of Duty Ghost wat is en noem het dan maar op. Paul heeft het al gespeeld. Nu kunnen wij hem ook spelen als Call of Duty gasten, zal ik maar zeggen. En dan kunnen wij ons oordeel vellen erover. Maar ik hoop dat jullie deze commentaar leuk vonden. En als je hem leuk vond, duimpje omhoog. Reageren. Misschien nog wel abonneren als je daar zin in hebt. En dan zeg ik gewoon, tot de volgende video. Ik hoop dat jullie dan weer te zien. En dan sluit ik hem af, hoe ik hem eigenlijk altijd afsluit. Ik zeg, see you later everybody.